Als voorzitter van de stuurgroep Poort van het Vechtdal en Zwolle heet ik u allen hartelijk welkom bij deze presentatie. Aanwezig zijn de collegeleden van de gemeente in Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg, maar ook de DB-leden van de waterschappen en leden van het college van gedeputeerde staten. Vandaag wordt u het definitief ontwerp van de Poort van het Vechtdal en Zwolle gepresenteerd, waar de stuurgroep afgelopen december al positief over heeft geadviseerd en besloten. Monique Schuttenbelt, wethouder van de gemeente Zwolle, zal dat na de presentatie door de kunstenaar Jeannie Vos verder toelichten en ook het standpunt van de stuurgroep duidelijk maken. Eerst ligt de projectleider Jacqueline Reinders de totstandkoming van het project toe. Ik geef haar graag het woord. En ik ben projectleider voor het project Poort van het Vechtdal en Zwolle. Dit project is voortgekomen uit het programma Ruimte voor de Vecht. Er is een aantal jaar geleden het 10-torenplan bedacht, waarbij er 10 torens of andere hoogtepunten in het landschap zijn gerealiseerd van waar je de Vecht en het Vechtdal goed kan beleven. En de 10e toren die was bedacht, dat was de Poort van het Vechtdal. En die zou komen als landmark langs de A28 en bij de N340 de afslag naar het Vechtdal. Aan het project werken mede de partners voor dit project. En dat zijn de gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle. En de waterschappen Vecht, Zomer en Drentse Overijsselse Delta en provincie Overijssel. Tijdens de voorbereiding, toen we aan het nadenken waren over wat zou dat landmark moeten zijn, die poort van het Vechtdal, toen kwamen we er eigenlijk achter, en met name de gemeente Zwolle, dat het niet alleen een poort naar het Vechtdal was op die plek, maar ook een poort naar Zwolle, vanuit het noorden gezien. En toen hebben we dat eigenlijk gecombineerd. Dus toen werd het dus het poort voor het Vechtdal en Zwolle. En dat maakte het wel uitdagend. De opdracht, omdat we de uitstraling dus niet alleen maar van het Vechtdal daarin verbeeld moest worden. Dus water, natuur, rust, ruimte. Maar ook die van de gemeente, ook van Zwolle. Met stedelijke dynamiek, maar ook met een stad die veel aandacht heeft voor klimaatadaptatie. En dat is ook iets wat eigenlijk hier ook wel in samenkomt. Voordeel was dat het uitvoeringsbudget werd verdubbeld ongeveer naar een kleine 4 ton. En dat gaf natuurlijk wel veel meer mogelijkheden. Als resultaat van, van de voorbereiding hebben we een inspiratiedocument gemaakt. En de randvoorwaarden die hebben we in een aanbestedingsdocument geformuleerd. En dat samen was de basis voor een openbare uitvraag. En op die uitvraag zijn 120 inzendingen gekomen, dat is heel veel. Intussen was er ook een selectiecommissie in het leven gebracht. En die selectiecommissie heeft die 120 inzendingen beoordeeld in verschillende rondes. En is uiteindelijk gekomen tot de selectie van 3 kunstenaars, kunstenaarsduo's. En heeft aan de stuurgroep, die beslist over dit project, voorgesteld deze 3 kunstenaars het schetsontwerp te laten maken. Nou, dat is gedaan en na een aantal maanden is er opnieuw een selectie geweest van die 3-6 schetsontwerpen. En uiteindelijk is daar Jeannie Vos uitgekomen als degene die het schetsontwerp mocht doorontwikkelen naar een definitief ontwerp. En zij zal straks dat definitieve ontwerp aan u presenteren. Nog even wat huishoudelijke mededelingen. U kunt ook vragen stellen, dat kan via de chat op YouTube. En via WhatsApp op het telefoonnummer dat u zo dadelijk in beeld krijgt. Kijk, daar is die al. En ik zal dat dan beantwoorden in die chat en in die app. Het is een beetje afhankelijk of we aan het eind nog tijd hebben of dat u nog tijd heeft na 5 uur. Of we ook gewoon nog live, zeg maar, vragen kunnen beantwoorden, maar in ieder geval zal ik het op die manier doen. Dus wil ik nu de ruimte geven aan Jeannie Vos. Een landmark, een poort voor het van het Vechtdal in Zwolle, die de passanten bij de passant interesse moet opwekken en voor het Vechtdal
en voor de Vechtdalbewoners en Zwollenaren een bijna thuisgevoel. Best een gecompliceerde opdracht, maar ook een uitdagende opdracht om die rust en ruimte samen in een werk wat ook over stedelijkheid en dynamiek gaat. Ik wil eerst even een korte introductie over mezelf als beeldend kunstenaar. Licht en beweging zijn de hoofdrolspelers in mijn werk. Waarbij het me om het fenomeen licht gaat. Dus ik doe het onderzoek naar licht, maar het gaat me ook om de visuele mogelijkheden van licht. En ieder werk probeer ik een ander aspect van dat licht te verbeelden. Je zou kunnen zeggen dat, dat voor een schilder is dat licht mijn materiaal is, zoals voor een schilder verf. En de openbare ruimte vind ik de meest interessante plek om in te werken. En bij ieder werk probeer ik te begrijpen wat een werk, hoe ik op een plek betekenis kan maken. Hoe ik een zinvolle toevoeging aan een plek, aan een situatie kan toevoegen. Ik ben er eigenlijk op uit om iets te maken wat nog nooit op die manier gezien is. En ik wil het eigenlijk met twee voorbeelden van eerder gerealiseerde werken laten zien. Dit is een werk wat ik heb gemaakt in Apeldoorn op het Stationsplein. En dat is een werk met 1,3 miljoen leds. Op een achter een geëtste glazen plaat van 100 meter lang en 4 meter hoog. En daarop is een zandverstuiving te zien. En dat zijn soms hele lichte verstuivingen, waardoor er minimale patroonsveranderingen in het landschap plaatsvinden. Maar andere keren ook met heftig bewegend, stuivend zand, waardoor bergen zich verplaatsen. Het verwijst natuurlijk ook naar het buitengebied van Apeldoorn, de Veluwe. En het vormt samen met de bomen een heel poëtisch plein. En 's avonds voelen mensen zich door het licht, maar ook door de kleur, ook heel veilig op het plein. Een ander werk wat ik in Leeuwarden heb gerealiseerd, in de binnenstad, in een steeg. En dat is een skelet van een walvis. En hier heb ik de geschiedenis van Leeuwarden. Want Leeuwarden lag vroeger aan de Middenzee. Gekoppeld aan de passages in Parijs. Die ooit in de 19e eeuw in het leven geroepen zijn. Om die stegen, die verwaarloze stegen, te groter te maken, te upgraden. En ik heb dat samengebracht in een organische skelet van een walvis. Met een kop en een staart en ribben. En er zit ook, kijk, je ziet het van bovenaf. Hij zit er echt bijna, zit er echt klem in. Hij is 60 meter lang. En het was toen ik de opdracht kreeg, een hele verwaarloosde steeg. En ik wilde hem echt ook bijna een museale uitstraling geven. En dat is ook gelukt. En er zit licht in alle delen, de ribben en de kop. En dat beweegt zich van voor naar achter door de steeg. Bijna met een soort, dat de walvis door die steeg heen zit. Met een soort weerstand. En het verandert ook van kleur.
Met licht werken betekent eigenlijk voor mij altijd werken met artificieel licht. Dus met neon, met led, met gloeilampen. Maar nu in het kader van energie neutraal, energie klimaatbeheersing, gewoon de energievraagstukken, vroeg ik me af, ja maar kan ik nou ook een werk maken zonder energie te onttrekken? Zonder gebruik te maken dus eigenlijk een werk te maken zonder stekker. Te werken met natuurlijk licht en reflectie. En voor dit werk heb ik me laten inspireren door de eeuwenoude mythe van de Fenix. En ik ga u een stukje voorlezen over de Fenix, over het verhaal van de Fenix en hoe die in zijn omgeving past. De Fenix. In mijn ontwerp voor de poort van Vechtdal in Zwolle draait het om de zon. Voor dit werk heb ik me laten inspireren door de eeuwenoude mythe van de Fenix. De vuurvogel met zijn blinkende veren van rood, goud, purper, die tot de zon zingt en van de zon het eeuwige leven krijgt. Die eens in de 500 jaar, als hij verouderd is en zwak, van kruiden en takken een nest bouwt waarin hij verbrandt om uit zijn eigen as te herrijzen. De Fenix staat voor mij voor de onvoorstelbare kracht van en het herstellende vermogen van de natuur, onder invloed van het licht van de zon. De mythe van de Fenix is een verhaal van licht, energie. Van licht, energie, natuur en vernieuwing. Van afscheid nemen van het oude om het voor te kunnen zetten in iets nieuws. Dat raakt aan de grootste problemen van onze tijd, de klimaatcrisis. Energiebronnen zijn verouderd, de aarde raakt uitgeput. Kan zij zich, net als de Fenix, hernieuwen? Uit dit werk spreekt de hoop op de mogelijkheid van vernieuwing. Het vraagt om meer oog voor de kracht van de natuur. Maar het spreekt ons ook aan op onze verantwoordelijkheid de natuur de kans te geven zich te herstellen. Zoals dat ook is gedaan met de Vecht, door deze opnieuw te laten meanderen en daarmee ruimte te geven aan de natuur. Een uitstraling die past bij het Vechtdal in Zwolle. De krachtige lijnen waarmee het kunstwerk zich aftekent in het landschap stralen snelheid en dynamiek uit. De vuurvogel is een en al trots en levenslust. Ze heeft iets sprookjesachtigs en verleidelijks, maar ook iets ontembaars. Ze keert zich zuidwaarts. Zo volgt zij de zon in zijn baan aan de hemel. En met haar wijdse blik kijkt zij zowel uit over de stad Zwolle als over het Vechtdal. Daar staat ze, vlak bij de Vecht en in het oog van de snelweg. Het verkeer raast om haar heen. Vanuit de auto bezien lijkt de Fenix in beweging te komen. In haar eigenzinnigheid richt zij zich op. Ze lijkt zich los te willen maken van het aardse, maar ze houdt wel degelijk contact. Haar veren raken de grond. En uit haar uitnodigende houding spreekt de wens om ons, Vechtdallers, Zwollenaren, maar ook passanten en creanten, mee te nemen in haar opwaartse kracht. Ook 's nachts zal de Fenix spelen met het licht uit de omgeving. Maar dat zal rustig ogen en een verstilde beeld opleveren. Iedere dag komt zij, onder invloed van de zon, opnieuw tot leven. Ik heb een 3D-model gemaakt. Dat wil ik u even laten zien. En het is wel op schaal, maar geen idee of het zo werkt. Maar dit was ook voor mij heel belangrijk om te begrijpen
van oké, hoe gaat ze daar? Hoe staat ze daar nou eigenlijk? Ik wil u graag nog even meenemen in het proces van het in het ontwerpproces. Ik heb het helemaal getekend in 3D met een 3D-ontwerper. En moet je zich voorstellen, dan kan je niet alleen omhoog en naar beneden en opzij of van links naar rechts, maar je kan ook nog de diepte in. Dus dat was best een gecompliceerde was een taak. Er zitten 1700 kokerprofielen in. Dat is bijna 2 kilometer. En de kokers zijn 5 centimeter. Het rode en het groene deel zijn 5 centimeter. En de staartslierten worden 7 centimeter breed of dik. Alles is gedaan in nauwe samenwerking met een adviesbureau dat de sterkteberekeningen heeft gedaan. En daarin vond ik het heel belangrijk dat de Phoenix echt, dat ze echt op zichzelf zou kunnen blijven staan. Zodat er niet, een frame aan de binnenkant zou komen of aan de buitenkant verstevigd zou moeten worden. Maar dat het echt uit zichzelf vast op de grond en ook zowel het gevoel hebt van dat ze kan opvliegen als dat ze vast zit aan de grond. Technisch is dit echt een hoogstandje. Ik vond het gewoon heel belangrijk dat het echt een tekening in de ruimte zou blijven. Ze heeft daardoor dynamiek, een soort snelheid, levenslust. Ja, en ze straalt er trots uit. De kokers worden geschoppeerd. En dat is een soort verzinktechniek. Waardoor het 40 tot 50 jaar echt geconserveerd is. Waardoor we het alleen maar hoeven schoonmaken. En de kosten daarvoor zitten ook in het uitvoeringsbudget. Hier komt ze in het oog van de afrit. En ze staat zuidwaarts. Dus ze richt zich naar de zon. En dat is ook tevens naar de A28. En haar vleugels geven daardoor een soort, zou kunnen zeggen, welkomstgebaar. Op welke manier heb ik de Phoenix de kleurenpracht kunnen geven? Ik heb materialen uit de Verenigde Staten, Engeland, Zwitserland, Duitsland, Japan laten komen. Om het juiste materiaal te vinden om de Phoenix de kleuren te kunnen geven. Ik ben uitgekomen op 2 materialen, Dichronic Folie en Titanium. En Titanium is de winnaar geworden, of is het mooiste materiaal. Het is de kleuren, het wordt alleen maar in Japan op deze manier behandeld. Door elektrolyse ontstaan deze vlammende kleuren. En het materiaal is 0,2 mm dik. En ik ga u even een heel klein stukje laten zien. Ik weet niet of het nog... ik weet niet of het zo nog... Goed, maar... hiermee heb ik ook een proef, 2 modellen gemaakt. 1 met Dichronic Folie en 1 met het titanium. Dat was ook nodig, omdat Rijkswaterstaat... best sceptisch was over de mogelijkheid van reflectie, waardoor de automobilist afgeleid zou kunnen worden. En
Deze proefopstelling hebben we ook op het terrein van Rijkswaterstaat gedaan. En zij zijn helemaal akkoord met de uitvoering in titanium. Ze hebben ook straks bij het plaatsen zijn natuurlijk allemaal veiligheidsvoorzieningen. En daar zijn ook al afspraken mee gemaakt met Rijkswaterstaat. Ondertussen was wel gebleken dat het wel, dit is nog aardig. De stukken die u net zag, dat waren twee stukjes, dus ook uit de vleugel van de Phoenix. Ondertussen was wel gebleken dat het een complex was om het te realiseren. En het vinden van een metaalbedrijf wat binnen dat budget het kon realiseren, dat ging niet zonder slag en stoot, maar ik heb een bedrijf gevonden wat grote infrastructurele projecten doet, onder andere in Nederland, en bruggen bouwt. En zij zijn zo enthousiast over het project dat ze het, dat ze er eigenlijk ook niet echt winst op hoeven maken of willen maken. Er is een berekening gemaakt door de constructeur en die is overlegd met de Omgevingsdienst IJsseland. En zij hebben hier heel positief op gereageerd. Door de complexiteit van het hele project zijn er wel aanpassingen nodig geweest om de begroting aan te passen. Dat zijn aanvullende kosten voor engineering. Ook de materiaalprijzen zijn natuurlijk afgelopen jaar heel erg omhoog gegaan. Maar ook de kosten voor het afzetten van de weg, voor de beveiliging. Omdat de weg veel eerder klaar is dan dat voorzien was, moet deze voorzieningen ook nu uit het budget komen. We hebben wel aanvullende sponsorgelden hiervoor gevonden en ontvangen van de BPD Cultuurfonds onder andere. En we zijn nog in gesprek met bedrijventerrein. We hebben de eerste gesprekken ook al gevoerd met het bedrijventerrein Hersenpoort. En we gaan een aanvraag doen bij de Mondriaan Fonds. Ik wil u nog heel graag een kleine animatie, een filmpje laten zien. Vanuit het perspectief van de automobilist. Als je vanuit het noorden komt en dan hoe je eigenlijk de Phoenix zou kunnen treffen of tegenkomen als je vanaf de A28 of als je op de A28 rijdt en de afslag N340 neemt. Nou, je ziet al de mannetjes, hoe groot. Ik ben helemaal vergeten, hij wordt 18 meter hoog en 22 meter breed. Dat ben ik nog helemaal vergeten te vertellen. Het is echt een landmark. En een kunstwerk dat zich toch bijdragen aan de identiteit van de nieuwe plek en van de ontwikkeling van het Vechtdal in Zwolle. En we streven ernaar dat hij in maart 2023 er staat. Dank je, Dini, voor de fantastische presentatie. Wil heel graag nog iets zeggen vanuit de stuurgroep. Monique Schuttebelt, gemeente Zwolle, wethouder. En u heeft het allemaal kunnen zien, een fantastisch ontwerp. En we hebben een hele goede selectiecommissie. En die selectiecommissie die heeft gekeken
bepaalt eigenlijk van waar gaan we nou op letten en wat is belangrijk hier. En dat is toch zeker de plek, hè? Want of de plek die het kunstwerk markeert, de komst van het kunstwerk dan ook echt betekenis krijgt. En ik denk dat dat heel goed gelukt is. En dat is één onderdeel waar ze op hebben gelet. En de andere is, want u ziet het ook aan de maquette hier naast mij. Het is een technisch hoogstandje en daar is goed naar gekeken door de selectiecommissie van hoe zit dat in elkaar en hoe wordt dat gemaakt straks. En daarop geselecteerd. En dan eigenlijk of de vraag die gesteld is of in de strijd van de detaillering het concept overeind blijft. En want het heeft nog wel wat openheid wat je juist wil hebben en dat moet niet dichtslippen. En de kleur en de constructie op zichzelf moet natuurlijk ook goed zijn. Het kunstwerk moet ook overeind kunnen blijven staan. Nou, daar is heel erg goed op geselecteerd, op gelet. En daar is met volle overtuiging door de selectiecommissie onder aanvoering van voorzitter Dirk Bouwman aangegeven een positief voorstel aan ons als stuurgroep. Nou, en als je dan dit ziet en de uitleg van de kunstenaar, dan hebben wij als stuurgroep gezegd van daar hebben wij vertrouwen in. Het sluit heel goed aan bij het doel en de opdracht. De opdracht die de uitvraag die er toen lag. Ik denk persoonlijk dat dit kunstwerk heel veel teweeg kan brengen als poort van het Vechtdal, in de gezamenlijkheid van het Vechtdal en uiteraard ook als poort van Zwolle. En wij zijn unaniem enthousiast vanuit de stuurgroep en hebben geaccordeerd, ook de begroting, ik meen €465.000. Daar zit nog wel een klein minnetje in volgens mij, dat heeft net Gini ook uitgelegd. 50.000 moet nog gezocht worden, maar volgens mij als je een goed plan hebt, dan komt ook die 50.000 wel. Dat gaat lukken de komende tijd, daar is ook nog tijd voor. Maar wij zijn akkoord gegaan met dit ontwerp. En ik moet zeggen, ik vind het fantastisch. En volgens mij straks in 2023 wordt dit een aanwinst. Voor Vechtdal en voor, ook zeker voor Zwolle. Dank je wel voor de toelichting ook, Monique. En Gini voor de presentatie zoals die net is gegeven. Jacqueline die gaf ons al even een inkijkje van welk proces is doorlopen. Maar misschien ook goed even te vertellen dat die stuurgroep bestond uit de leden van de colleges van Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Zwolle. De DB van lid van Vechtstromen en DB lid van het waterschap. En ik mocht daar zelf voorzitter van zijn van die stuurgroep. En we waren echt onder de indruk van de presentaties, ook al in een eerdere fase van dit kunstwerk. En we hebben een klein stukje van de vleugel in het echt mogen zien. En de schittering die dat teweeg brengt in de zon is echt fascinerend. Hoe die openheid en die kleurstelling opgaat als het ware in dat landschap. Maar ook genoeg prikkelt om te zien dat hier de poort van het Vechtdal is. We hopen op korte termijn het laatste deel van die financiering nog voor elkaar te krijgen. Zodat we daarna ook de definitieve opdracht voor realisatie van de Venus kunnen geven. En natuurlijk houden we u daarvan ook op de hoogte. Maar we hebben vandaag met deze presentatie in ieder geval ook aan alle collegeleden en DB-leden willen laten zien welke stappen er gezet zijn om te komen tot dat landmark echt aan het begin van het Vechtdal. Bij het naderen van de stad Zwolle een warm welkom, maar ook een heel herkenbaar punt. Dit is wat mij betreft het moment waarop ik u kan bedanken voor uw belangstelling. En ik hoop dat, mochten er nog vragen zijn, ik kijk even naar Jacqueline, zijn er nog vragen binnengekomen waarvan je zegt, die kunnen we nog even behandelen. Nee. En anders dan doen we dat buiten deze presentatieuitzending om. Er zijn geen vragen binnengekomen. Er zijn twee opmerkingen van mensen dat ze het heel mooi vinden. Nou, daar ben ik blij mee om dat te horen. Een mooie onderstreping ook van deze presentatie.
Ik dank u in ieder geval allemaal voor uw belangstelling en graag tot ziens in het prachtige veld op Vechtdal of in Zwolle, of beter gezegd in onze prachtige provincie. Dank je wel.